Wanneer iemand de diagnose dementie heeft gekregen, helpen vrienden en familie vaak met de dagelijkse taken. Naarmate het dagelijkse leven moeilijker wordt, is er vaak ondersteuning nodig van thuiszorg of van andere voorzieningen. Het kan moeilijk zijn om te weten welke zorg beschikbaar is en ook hoe je er toegang tot krijgt. Voor sommige voorzieningen heb je een verwijzing nodig. Bij anderen bestaan er soms lange wachtlijsten. Soms is de zorg die jij wil niet beschikbaar bij jou in de buurt. Of de beschikbare voorzieningen passen niet goed bij jou. Het is handig als je dan iemand hebt die je wegwijs kan maken in deze verwarrende tijd. Maar dat gebeurt niet bij iedereen. Het Active Care project heeft gekeken naar manieren om de toegang tot dementiezorg te verbeteren. Het zou makkelijk moeten zijn om te weten welke zorg er beschikbaar is in jouw buurt. Deze zorg zou betaalbaar moeten zijn. Ze zou tegemoet moeten komen aan wat jij precies wilt. Bovendien zou de zorg verleend moeten worden door mensen die jouw behoeftes begrijpen. Het is belangrijk om één contactpersoon te hebben vanaf het moment van je diagnose. Deze persoon leert jou en je behoeftes kennen. Met deze persoon neem je als eerste contact op in een crisissituatie. Hij of zij kan je adviseren en verder helpen de juiste toegang te vinden tot zorg. We hebben aanbevelingen ontwikkeld en voorgelegd aan beleidsmakers in Europa. De volgende stap is helder krijgen wat er nu precies moet gebeuren om deze aanbevelingen in elk land te implementeren. Om meer te lezen over onze bevindingen, bezoek onze Active Care website.